Utrechtse dierentuinen gaan weer open. En sportscholen gaan weer naar buiten. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. De twee dierentuinen in onze regio mogen weer open. Maar er zijn wel flinke maatregelen genomen. Zo mogen er minder bezoekers naar binnen. Moet je vooraf een kaartje reserveren, afstand houden en er zijn looproutes. De dierentuin in Rhenen is vandaag al open gegaan. En binnenkort mogen we ook weer naar die in Amersfoort. En daar is verslaggever Kees Hoogendijk. Want Kees, daar in Amersfoort, daar mogen ze binnenkort ook open, hè? Ja, zeker. Nog een weekje wachten. Ze zijn druk bezig, ook achter me, om nog van alles te organiseren met routeinformatie. Nou, we zien de hekken. Dus er wordt heel veel geregeld. Het begint eigenlijk al buiten. En naast mij staat Marije Allemekinders van Dierenpark Amersfoort. Marije, zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er klaar voor, ja. Ja, de laatste puntjes worden op de i gezet. De laatste banners worden opgehangen. En er wordt nog één keer naar de route gekeken. En nog één week en we mogen weer open. Nou, ik heb er zo meteen nog meer over te vragen, maar onze verslaggeefster die ging naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar dus ook het nodige is gebeurd om het allemaal weer mogelijk te maken. En dat begint al buiten. Buiten het hek staat al vroeg een lange rij mensen. Allemaal hebben ze een ticket geboekt voor een bepaalde tijd op de dag. Het kan weer, het kan weer. Veel gezinnen staan ook juist in de rij. Ja, we hadden er wel weer zin in, na al die weken dat we niet konden gaan. Hé, Joep? We hebben een abonnement, dus zeker toen hij nog niet naar school ging, waren we hier wel één keer in de week. En mijn vader gaat vaak mee en dan lekker met z'n allen even lekker rondje lopen. Bij de ingang staan toezichthouders om alles in goede banen te leiden. Dit is een spannend moment. Hier komen veel mensen bij elkaar. En je ziet eigenlijk op het moment als ze door de kaartcontrole zijn, dat de mensen zich verspreiden over het park. Ja, en dan zijn we een groot wandelpark. In de dierentuin is het veel eenrichtingsverkeer geworden. Ik vind dat ze het goed geregeld hebben bij de ingang. Overzichtelijk, tijdsvak reserveren, gaat prima eigenlijk zo. Ja. Het is gewoon lekker dat we weer even eruit kunnen, want na een paar maanden thuis zitten zo is het gewoon heerlijk om weer even een uitstapje te maken. Niet alleen bezoekers moeten afstand van elkaar houden, ook op de dieren wordt gelet. Want sommige dieren, zoals de tijgers en leeuwen, lopen extra risico. Dit soort diersoorten die gevoelig daarvoor zijn, zorgen we dat er altijd voldoende afstand is tussen de medewerkers, ook gasten en de dieren. Daarnaast zijn daar bij primaten en katachtigen extra maatregelen genomen, zodat dierverzorgers kapjes opdragen. Dierenverzorgers zijn heel belangrijk. Alles wordt gedaan om hen gezond te houden. En als ze enigszins snotterig zijn, thuis blijven. En wellicht als er straks voldoende testen beschikbaar zijn, zouden we ook wat vaker kunnen gaan testen. Maar dat is nog niet zo ver op dit moment. En de babypanda? Geen zorgen. Die is alleen nog even te zien via een tv-scherm. Nou, daar zie je al dat het echt een klein beertje aan het worden is. Het is fantastisch om te zien. Dus inderdaad, ik moet er niet aan denken dat die ziek wordt. Maar daar doen we alles aan. Ook daar die maatregelen zijn heel scherp. Ja, het is dus even wennen. Zo'n panda op een televisiescherm. Marije Allemekinders van Dierenpark Amersfoort. Zien wij hier straks ook bepaalde diersoorten alleen maar terug op een scherm? Je kan ze nu zometeen juist lekker in het echt bewonderen. Terwijl je lekker door het bos wandelt en allerlei dieren weer om je heen ziet. Maar ik kan me toch voorstellen dat het bij bepaalde diersoorten belangrijk is om ze extra te beschermen. We hebben gehoord dat bijvoorbeeld katten en honden mogelijk ook besmet kunnen worden met het coronavirus. Geldt dat voor de dieren hier in het park ook? Ja, we hebben heel goed gekeken. We nemen het zeker voor het onzekere. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld op het... we hebben een eiland met ringstaartmakies waar je door kunt lopen. En dat hebben we nu afgesloten, dus je kan ze vanaf de brug kun je ze zien, maar niet meer er doorheen lopen. Zo zorgen dat er iets meer afstand is tussen bezoekers en dieren eigenlijk. En verzorgers zelf, hebben die mondkapjes op? Verzorgers die kijken inderdaad heel goed naar hygiënemaatregelen en die gaan daar inderdaad strikt en goed mee om. Ja. Nou, we kennen Dierenpark Amersfoort met de entree als een groot plein, open plein. We zien nu veel paaltjes en touwen. Waar is dat voor nodig, Marije? Ja, zometeen komen bezoekers allemaal hier aanlopen. En we hebben inderdaad allemaal houten paaltjes op het voorplein staan. Dus als je langs fietst, dan zie je dat ook. Daar staan bezoekers zometeen in de wachtrij om naar binnen te mogen. Je bezoekje begint eigenlijk al eerder, thuis op de bank. Dan reserveer je online je bezoek en dan reserveer je een tijdslot waarbinnen je naar binnen mag. En als je eenmaal binnen bent, dan kun je lekker genieten van het park en de dieren. En van het lekkere weer, hopelijk. Ja.
Een feestelijke opening staat dus gepland. Toch is het niet alleen maar feest, want er zijn 3 wolvenjongen die hebben jullie moeten laten inslapen. En we zijn natuurlijk al weken in spanning omdat het jong, het kalf van Indra, de olifant, maar niet geboren wil worden. Hoe staat het daarmee? Ja, de verzorgers die zijn bezig met het maken van echo's, maar tot nu toe eigenlijk nog zonder resultaat. Want het is bij een olifant best wel lastig om te zien wat er ook echt in de buik zit. Dus dat kun je niet heel makkelijk met een echo zien. Dus ze sturen die echo's nu naar specialisten om te kijken wat is er aan de hand en waarom heeft olifant Indra nog steeds geen jong geworpen. Maar de verzorgers zeggen wel, we gaan er eigenlijk vanuit dat het jong niet meer leeft. En het is nu vooral zaak om te kijken dat het goed blijft gaan met Indra en goed te kijken wat zij nodig heeft. Nou, nog een weekje hebben jullie de tijd voor de laatste puntjes op de i. Ja, dat gaat wel lukken. En ondertussen lopen er ook al familieleden van de personeelsleden hier rond om te kijken hoe dat allemaal werkt met het eenrichtingsverkeer. Ik zag een paar opgestoken duimen, dus volgens mij zijn ze er wel klaar voor hier. Kees, dank je wel. 100 dagen geleden begon de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht aan zijn nieuwe functie. En zo'n beginperiode is belangrijk om bijvoorbeeld het college te leren kennen. Maar vooral ook om je gezicht te laten zien aan de inwoners van Stichtse Vecht. U raadt het al, door de coronacrisis kon dat allemaal niet doorgaan. Het begint zo mooi, begin februari. Op een druk bezochte feestelijke avond wordt Ab Reinders geïnstalleerd. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Maar een paar weken na het aantreden van de kersverse burgervader doet het coronavirus zijn intrede. Dat is natuurlijk een heel ander begin dan ik mezelf had voorgesteld. Plannen om inwoners te ontmoeten op de weekmarkt worden geschrapt. En ook de tochtjes met raadsleden door de gemeente gaan niet meer door. Het is natuurlijk een enorme tegenvaller als je op deze manier van start gaat als burgemeester. Maar ja, tegelijkertijd, het overkomt ons allemaal. En dat betekent gewoon dat we ons moeten aanpassen. Dus ja, dat heb ik als burgemeester met mijn introductie ook gedaan. Er wordt vooral veel vergaderd op afstand nu. En de inwoners worden toegesproken via social media. De effecten van het coronavirus raken ons allemaal. Reinders kan als burgemeester meteen aan de bak in deze rare crisistijd. Hij moet belangrijke beslissingen nemen over openbare orde en veiligheid. En hij spreekt veel met mensen die een dierbare hebben verloren aan corona. Mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbare. Althans niet op de manier waarop ze dat eigenlijk vooraf hadden bedacht met elkaar. En tegelijkertijd het verdriet, maar ook de oproep van burgemeester maken ook duidelijk dat die maatregelen tegen het coronavirus er niet voor niets zijn. Zo'n 2 keer per week is Reinders nu op het gemeentehuis in Maarsen. De rest van de tijd werkt ook hij vanuit huis, in Hoofddorp, waar hij nu nog woont. Hij staat ondertussen te trappelen om zijn gemeente verder te verkennen. Als het kan, in ieder geval weer de paden op en de lanen in en op naar al onze kernen hier in de gemeente Stichtseweg. En dat kan vanaf half juli nog makkelijker, want dan betrekt Reinders zijn nieuwe huis in Breukelen. En over 2 weken dan vergadert de gemeenteraad van Stichtse Vecht weer. En de vraag is nog even of dat gebeurt in de raadzaal, zoals dat voor de coronacrisis was, of dat dat nog steeds digitaal op afstand moet. Het lijkt erop dat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni door kunnen gaan. Op dit moment zijn er geen zwaarwegende redenen om er vanaf te zien, zeggen bronnen in Den Haag. Vanaf volgende maand mogen de horeca, theaters, bioscopen en musea beperkt open. Maar alleen als het besmettingscijfer niet te veel stijgt. En het kabinet neemt morgen een definitief besluit. CBR is weer begonnen met het afnemen van praktijkexamens. Mensen van wie het examen was geannuleerd krijgen voorrang. In de auto kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden, maar volgens het CBR kunnen mensen op verantwoorde manier afrijden. Zo mag de opleider niet meer meerijden op de achterbank en dragen zowel examinator als leerling een mondkapje. In de stad Utrecht mochten vandaag 41 mensen afrijden. Op Utrechtse Heuvelrug mogen landbouwers niet meer sproeien met oppervlaktewater. Het waterschap heeft een beregeningsverbod afgekondigd omdat het er erg droog is. Het regent erg weinig en het lijkt voor het 3e jaar op rij veel te droog te worden. Waardoor ook het grondwaterpeil snel zakt. In onze provincie gaat het nog redelijk goed. De problemen spelen vooral op zandgrond. Sportscholen mogen voorlopig nog niet open, maar groepen buiten laten sporten, dat mag wel. En veel sportclubs slepen daarom complete apparaten, gewichten en matjes naar buiten om te kunnen sporten in de open lucht. Zo ook in Leusden. Ze mogen weer en dus werken de fanatiekelingen zich al vroeg in het zweet. Heerlijk. Ja, gelijk weer bezig toch, wanneer het kan? Ja, zeker. Hè. We mogen weer, dus dan gaan we weer vol gas aan de bak. Was het nodig? Ja, dat is wel nodig, ja.
Twee maanden terug gingen de deuren van de sportschool dicht. Het begin van een spannende tijd. Wat mag wel, wanneer mag er iets, hoe kunnen we schakelen, wat kunnen we voor de mensen doen. Ja, dit is echt een heel veel onwetendheid en dat is het moeilijkste. Kom op, doen! Nu buitensporten in groepen mag, kan ook dit lesje bodypump weer doorgaan. In het zonnetje op de tennisbaan. Squat, curl, squat, up. Het is even anders dan anders. Iedereen moet afstand houden, spullen worden volop schoongemaakt en wie klaar is volgt de pijlen. Linea recta naar huis. Ja. Toch is de club blij weer iets te kunnen doen. Ja, het is heerlijk om de mensen weer over de vloer te krijgen, mensen weer te ontmoeten. En dan wel met gepaste afstand natuurlijk. En weer faciliteit kunnen bieden aan iedereen. En zo kan het lijf weer worden wakker geschud. Want dat was bij sommigen wel even geleden. Spierpijn morgen? Ik denk het wel. Na zo'n lange tijd niks doen dan nu aan de bak. Ja, dan heb je sowieso spierpijn. Ja. Hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Veel verjaardagsfeestjes dan. Ja, die waren de afgelopen tijd behoorlijk eenzaam of gingen zelfs helemaal niet door. Maar nu kan het op veel plekken weer. Omdat je thuis maar maximaal 3 mensen mag uitnodigen, kiezen veel kinderen voor een feestje buiten. Net zoals met het sporten wat we net zagen. Want dan mogen er veel meer mensen langskomen. We zien het ook in Lagevuurse. Ze hebben er lang op moeten wachten. Maar Jelle en Rowan mogen nu eindelijk hun verjaardag vieren. Ik was 1 januari jarig. En het is nu mei. Mm-hmm. Dus je hebt flink moeten wachten totdat je je verjaardag kon vieren. Ja, nou, ik vond het wel heel jammer. Want ik had me heel erg op verheugd. Eigenlijk was mijn feestje graffiti spuiten. Alleen dat kon niet doorgaan. En dit kon wel. Dit klimbos is weer open. Maar het gaat er wel iets anders aan toe. Zo mogen jarigen 4 kinderen meenemen en moeten de groepjes uit elkaar blijven. En er zijn meer regels. We hebben eenrichtingsverkeer aangelegd, zodat de personen elkaar niet tegenkomen op de wandelroutes. Daarnaast hebben we bij het instructieplein een mooie schot gemaakt, waardoor we kinderen kunnen helpen met het aantrekken van de gordels. Voor Rowan was de afgelopen periode extra zwaar. Door het coronavirus verloor hij zowel zijn opa als oma. Het is vandaag ook wel een bijzondere dag, toch? Ja, want mijn opa zou jarig worden. Is het dan extra zwaar om dan vandaag jouw verjaardag te moeten vieren? Ja, een beetje. Het kan dus weer. En dat er wat regels bij komen, dat nemen Jelle en Rowan voor lief. Ik vind het fijn, want ik wou het al heel graag nog houden. En dat het dan gewoon kan, ben ik er heel erg blij mee. Ja, verjaardagsfeestje met een dubbel gevoel, maar wel geslaagd. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond dan schijnt de zon tot ongeveer 9:30, dan gaat die onder. En vannacht krijgen we dan een mix van opklaringen en dunne bewolking. Het koelt uiteindelijk af tot 10 graden. Morgen opnieuw flinke periode met zon en het wordt dan 21 graden in onze provincie. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer ook op onze website of op de app. En ik wens u natuurlijk een hele mooie avond. Dag.